Roll another one, cause I'm winning in my photo. Yo kijkers van Tripic Studios, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Liverpool carrière mode. En de eerste wedstrijd in deze aflevering gaan wij spelen thuis tegen CSKA de Return. De uitwedstrijd hadden wij dus met 1-0 gewonnen en nu gaan we thuis proberen ook te winnen. Dan hebben wij een interland periodetje met 2 vriendschappelijke wedstrijden die wij kunnen gaan simuleren. En dan hebben we Chelsea op het programma en dan zitten we daarna alweer in april. Dus we kijken wel hoe ver we komen. Oké, ons basisteam staat gewoon klaar om deze wedstrijd te spelen met geen verrassingen. Dus met deze opstelling gaan we het doen tegen CSKA Moskou. En dan zullen we zo meteen eens even kijken wat de opstelling van CSKA is. Alright, hier de opstelling van CSKA Moskou met geen grote verrassingen, denk ik. Moussa, Zagoev, Remenko, Wernbloem, ja gewoon. Ik denk net hetzelfde als de vorige aflevering. Dus hopelijk kunnen wij thuis ook winnen. Kom aan. Benteke, door op Dybala. Kom op jongen, je bent sneller dan Zagoev. Dybala, verhoek. Of korte hoek, of wat dan ook. Goeie rennen van de keeper. We krijgen wel een hoekschop. Oké, hier is Dybala weer. Actie naar binnen. Leg terug, Henderson. Pogba. Pogba, oeh, dat is een goede tackle van Wernbloem. Pogba op Benteke. We zitten al in de tweede helft. Eerste helft echt helemaal niks gebeurd. Benteke naar binnen. Verhoek, finesse shot. En dan staat er fucking Ziyech in de weg. Wauw. Alright, de wedstrijd is afgelopen. We hebben dus gewoon gewonnen. Ja, we hebben gelijk gespeeld. Maar we hebben over het algemeen gewonnen. 2 wedstrijden, 1-0. En we zijn door naar de volgende ronde. Dus we zullen zien tegen wie wij moeten. Ajax is ook door volgens mij. Eredivisie clubje. Voor de rest, ja, we zullen eens kijken. Bordeaux is door. Dortmund is door. Zenit is door. Besiktas, Fiorentina. En Tottenham en Leverkusen was gelijk. Dus ik heb geen idee wie daardoor gaat. Interessant. Oké, okay, we hebben scout updates uit België onder andere. Anthony Whitens, holy shit, die kan goed zijn. Dus die gaan we een contract aanbieden. Of in ieder geval aan ons jeugdteam. Davy Bolingoli kan, dat zou kunnen. Maar die laten we denk ik nog even bij. Ja, dat doe ik wel. Want hij ziet er goed uit, maar ja, is het wel de echte top talent die wij nodig hebben? Of die wij graag willen? Ja, zo totaal is voor een 17-jarige niet best. Zijn potential is er wel. Daarom laat ik hem nog even bij. En voor de rest niet veel soeps. Volgens mij nog eentje of niet? Yes, Davies uit Engeland. En daar zit toch vaak niet zoveel. Nee, helaas. Kun je nu de vriendschappelijke interlands. En die gaan wij simuleren tegen Engeland. En dan zullen we eens kijken of wij deze kunnen winnen met onze opstelling. Met Benteke ook in de spits. En we winnen met 2-1 dankzij Benteke. Holy cheese. Uit tegen Egypte, vriendschappelijk interland. Ik heb dit keer Origi erin gezet in plaats van Benteke. Omdat ik Benteke natuurlijk rust wil geven voor de Liverpool-wedstrijden. Alderweireld is geblesseerd, is niet onze zorg. We winnen met 1-0 dankzij Meunier. Of Meunier. Alright, simulatie van de training. En zullen we eens kijken of de weer iemand omhoog kan gaan. Ziyech en Schul zitten dichtbij. Tarkovsky ook weer bijna. Oké, jeugdspeler wil weg. Ik heb net gehoord dat Guillaume Lokanda zijn contract wil verbreken. Dan zullen we eens even gaan kijken naar Guillaume. Ah, klik altijd op contract. Dat moet ik niet doen. Dat moet gewoon naar het jeugdteam. We zullen eens kijken. Waar is de man hier? Nee, ik ga hem laten gaan. Ik ga trouwens even kijken. Anthony Whitens. Is hij goed genoeg? Hij heeft een goede potential. 60 algemeen, 17 jaar. Ik heb hem net erbij gehaald. Dus die laat ik er nog even bij. Carlos Petaira is een betere rechtsback dan Lokanda. En ja, die heeft gewoon goede potentie. Als het goed is, goede totaal, 16 jaar. Dus dat is mooi. Deze gast, kijk naar zijn lengte. Het enige nadeel is dat hij nog geen 60 reet is en hij is al 18 jaar. Maar toch ga ik hem een contract aanbieden. Hij is een Belg. Toekomstrol, ik denk ja, 2 jaar is het maximale. Dan zullen we eens kijken hoe lang die is. Want volgens mij groeien ze nog uit het jeugdteam. Maar dat zullen we wel zien. Geen idee trouwens hoor jongens, ik weet niet of dat is. Estavao Vaz, rechts buiten, potential is redelijk. Zijn totaal is moi, maar hij is ook pas 15 jaar, dus hij kan groeien. Louis Harkins, dat is wel natuurlijk een hele goede speler. Hele goede speler, dan moet even afwachten tot hij 16 jaar is. Vedain Hollis, ja, laat gaan, dat is ook niet geweldig. En Alvaro Esteves,
Die laten we er ook nog even bij. Oké, okay, gelijk door naar deze wedstrijd tegen Chelsea met deze opstelling. De enige verandering is Stones in plaats van Schuhl. Dus laten we maar gauw beginnen. Alright, de opstelling van Chelsea. Zijn daar nieuwe spelers? Ja, Boateng natuurlijk. Maar die hebben we wel eens vaak gezien. Ik zie Acosta daar op de bank, een nieuweling. En Hazard op de bank. Dus Pedro en Willian starten daar. Interessant. Een topper. En ja, hopelijk kunnen wij deze wedstrijd winnen en gewoon kampioen worden. Firmino. Door op Dybala. Oh! Oh! Dat was een goed paasje, man. En ook een goed doelpunt. Ik had het echt niet verwacht. Ik had verwacht dat, ja, dat dieptepaasje, dat steekpaasje. Ik had verwacht dat de verdediging daartussen zou zitten. Maar blijkbaar was het een geniaal paasje van Firmino, volgens mij. Ja. Ja. Dit is een mooi doelpunt. Let's go. Oh, Fabregas. En, oeh, het is gelijk weer gelijk, denk ik. Ja, want Willian mist dat niet. Het is gelijk weer gelijk. Ja, een paar minuutjes later. Oké. Dat had niet gehoeven. Ik zag het ook niet aankomen, eerlijk gezegd. Maar uit het niets dribbelt Pedro langs iedereen. En Fabregas schiet. Goede redding van Navas. Maar ja, en de rebound bijna kansloos. 1-1. Oké, een overtreding. En de rood. Azpilicueta krijgt rood. Ja. Dat was niet helemaal juist, denk ik. Of wel? Hij tackelt van achter, maar hij tackelt gewoon de bal. Hoor. Onterecht rode kaart in mijn ogen. Maar ja, wat maakt ons het uit? Het is van Chelsea. Dus wij hebben daar een voordeel aan, als het goed is. Klein, Henderson, Dybala. En wat de fuck was dat voor schot? Nou, je zag gelijk een gat in de verdediging. Maar dat schot? Nah. Dybala, goede dribbelcapaciteiten. Naar binnen. Oh, dat is goed gedaan. Hij werd aangetikt. Hij heeft de bal nog, maar nu niet meer. Het is wel een hoekschop. Want Ramirez die ramt die bal over de achterlijn. Oké, wie is dit? Hier is Dybala weer. Leg hem terug op Stones. Terug op Firmino. Firmino met een shot dan. Nou, hij wordt gekraakt. Skrtel. Door op Ziyech. Ziyech daar in het midden. Dan komt de bal net niet, want Terry let goed op. Of Ivanovic. Of wie het ook was. Ik zag zijn top wel, maar hetgene wie het was. Hier is Dybala. Actie naar buiten. Voorzetje. Oh, goede acties. Helaas komt er niet van uit. En Henderson neemt die bal niet aan. We hebben de bal nog. Skrtel. Beto Firmino. Op Benteke. Die zie ik liever voor goal dan hier. Maar oké, okay, we hebben de bal nog. Voorzet. Die is niet slecht. Hier zie je echt nog fake shot. En uithalen met links. Oh. Nice. Helaas. En het is rust nou. Alright. Het is rust. Het staat 1-1. Hij staat trouwens nog op wereldklasse. Ik heb hem nog niet op legendaar gezet. Ik denk dat ik dat volgend seizoen pas ga doen. Want ja, dat is nu op dit moment niet nodig. En ik hoor ineens een muziekje voorbij komen. Ik denk niet dat jullie het horen. Is ook niet zo interessant. Laten we verder gaan in de tweede helft. Dus Willian. Oh, en een shot van wie was het? Mikel. John Obi Mikel. Die schiet. Hoekschop dus. Fabregas. En Dennis hem kort gaan nemen. Ja, Pedro. Oké, die draait heel simpel weg. Dan kan hij natuurlijk heel erg goed wegdraaien. Oh, kut. Nou moet ik wel even goed gaan verdedigen. Hij loopt er zo doorheen. En weg met die bal. Oh, goede redding van Navas. Soms is dat verdedigen best lastig. Maar dat had sowieso niet mogen gebeuren. Dan gaan ze hem weer kort nemen. Ja, nou weet ik de tactiek onderhand wel hoor. Ja, nu pakken we de bal af. En nu zit er misschien iets van een countermogelijkheid in. Ziyech. Oké. Lijkt door Benteke. Ik zie daar aan de andere kant. Zie ik. Dybala. Maar die bal is net niet sterk genoeg. Strak genoeg bedoel ik. Firmino dan. Korte hoek. Of verre hoek. Of wat dan ook met links. Maar hij wordt geblokt door Boateng. Ja, die kan dan natuurlijk wel. Ik zie daar op de 16 iemand staan. Het is Henderson. We lopen er een. Oh, penalty. Yeah, dat moet een penalty zijn. Inderdaad. Hoppakee. Nou, dan zullen we eens kijken met wie wij die gaan nemen. Gele kaart voor Ivanovic. Ik denk gewoon met onze spits Benteke of Dybala. Maar ik denk dat Benteke erachter gaat staan, ja. Oké, kom op. Linkerhoek. Ja hoor, 2-1. Thuis tegen Chelsea. Met een rode kaart, dus het was wel een beetje nodig, ja. Anders dan moesten we ons zelfs een beetje schamen. Want met de rode kaart van Chelsea in de verdediging. Volgens mij hebben ze dan niet eens gewisseld. Maar dat zal waarschijnlijk wel, maar ik heb het niet gemerkt. Ja, we maken een goede af. We moeten het even zien vasthouden. En dan zullen we eens kijken hoeveel punten wij voorstaan op nummer 2 zometeen. Oké, daar gaan we weer. Benteke. Kom, sprint je eruit, jongen. Je bent niet de snelste. Maar dat is Ivanovic ook niet. Korte hoek met links. In het zijnet, helaas. Zie ik.
Door op Dybala was de bedoeling, maar hij komt erachter bij Henderson. Kunnen we alsnog Dybala wegsteken? Dat is niet de intentie op dit moment, want Henderson komt bijna zelf tot een schot. Oh nee, dit is Willian. Alles op de aanval hebben ze. En het is buitenspel. Oh nee, Willian. Nee, nee, nee. Oh mijn god. We staan goed 2-2. Ja, Chelsea speelt alles op de aanval. Ik weet zeker, als wij die bal hadden afgepakt hier, of de keeper had hem. Kijk naar die verdediging. Er is helemaal niemand. We hadden zo kunnen counteren. Dan was het 3-1 geweest. Maar in plaats van 3-1 is het 2-2. Ah, dat is balen. Oh, goed paasje. Op Benteke. Kom op, je bent sneller dan Ivanovic. Kom op, Benteke. Verhoek. Wat een redding van Begovic. Die had erin moeten met Benteke. Oh mijn god, nu is het afgelopen. 2-2 tegen Chelsea is niet slecht als je erover nadenkt. Maar als je bedenkt dat ze een rode kaart hebben gehad. En dat we gewoon tot de 90ste minuut van de 2-1 voor stonden. Is het een teleurstellend resultaat. Dus op naar de volgende wedstrijd. Of nee, trouwens. Moet even kijken wat er komt. Bedankt jullie in ieder geval voor het kijken. Kunnen we weer de 100 likes halen. Super awesome zijn. Dan zeg ik, check ook even mijn kanaal. Shadow Snel staat in de beschrijving. Abonneer op TripX video's. En dan zeg ik tot de volgende keer. Later mensen.